Ik heb net genoemd dat het goed oogsten belangrijk is, maar waar moet je op letten tijdens het oogsten? Dat zijn een aantal dingen. Ik heb hier een uitbeet. Je moet letten op de diepte van het loofklappen. Haal er niet te veel af. Dus er moet een vuistdikte boven de laatste vertakking moet je loof erop houden. En dat moet je doen vanwege het kunnen afvoeren van vocht. Dus hou een schoorsteen op je ui. Ja, dan is het belangrijk dat je het vocht uit de ui krijgt, dat de ui niet te snel afsluit. Ja, ja, dat gaat om het droogproces. En daarnaast is het belangrijk dat je let op huidkwaliteit. En dat begint al in het veld, dat je dus niet wacht tot al het groene materiaal verdwenen is. Dat je ze niet helemaal laat afsterven. Maar ga al beginnen met oogsten dat er 50% groen loof nog op zit.